De nieuwe staatssecretaris voor asiel en migratie, Erik van der Burg, wil zo snel mogelijk maatregelen om de onrust en onveiligheid rond het AZC in Budel de kop in te drukken. In 3 maanden tijd moest de politie 200 keer in actie komen rond het AZC. Staatssecretaris is geschrokken. 200 meldingen is belachelijk. Dat is volstrekt onacceptabel. En zeker als je bedenkt dat het door een kleine groep mensen wordt veroorzaakt. En natuurlijk zitten daar kleinere overtredingen tussen, maar ook gewoon echt misdrijven. Nou, dat is gewoon onacceptabel, dus daar moet gewoon ook volop worden ingezet. Het is al maanden onrustig in en rond het asielzoekerscentrum. Buiten de grote hoeveelheid meldingen vonden de afgelopen 3 maanden 6 ernstige geweldsincidenten plaats. En bij 4 daarvan werden messen gebruikt. De betrokkenen die waren volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vooral jonge mannen, afkomstig uit veilige landen. Asielzoekers dus die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. De burgemeester van Kranendonk die wil er alles aan doen om de veiligheid van de bewoners, de medewerkers en de omwonenden te waarborgen. Staatssecretaris belooft nu maatregelen. Ga naar Budel, daar is verslaggever Alice van der Plas. Ja, de staatssecretaris die zegt dus dat hij vol gaat inzetten op die veiligheid. Hoe wil hij dat gaan doen? Een aantal maatregelen. Ten eerste moet er maar eens een heel goed hek komen rondom dat AZC in Budel. Want er komen te veel mensen op dat AZC die er eigenlijk niks te zoeken hebben. Die er illegaal zijn of die bij iemand overnachten. En van tevoren of daarna eigenlijk onheil gaan uithalen in Budel en omgeving. Dus daar moet beter zicht op komen. Die mensen moeten beter buiten gehouden worden. Dus dat is een eerste maatregel. Tweede maatregel is ook extra toezicht, extra bewaking. Gedeeltelijk is dat al gebeurd, omdat het hele gebied is inmiddels aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag er bijvoorbeeld preventief fouilleren. Dus een aantal van die maatregelen zijn er al door. Een derde maatregel is, de staatssecretaris gaat echt zijn vinger actief aan de pols houden. Dus over een maand heeft hij opnieuw contact met de gemeente en het COA van ja, hoe gaat het nu daar? En hebben deze maatregelen dan ook zin? En tot slot, als jij in het AZC in Budel stennis schopt en je zit in een asielaanvraag, dan ga jij van onder op de stapel helemaal naar boven op de stapel en wordt jouw asielprocedure versneld doorlopen om te kijken of ze jou dan ook versneld het land uit kunnen zetten. Want zomaar het land uitzetten, ja, dat is nog niet zo makkelijk. Het probleem is ook mensen die zich niet aan de regels houden, die zich misdragen of zelfs die misdrijven plegen, maar die in procedure zitten, kun je niet zomaar op vliegtuig of boot zetten. Die moeten gewoon de procedure wel door. Dat is ook wat we met elkaar in Nederland en in Europa hebben afgesproken. Maar in ieder geval moet duidelijk aan deze lieden zijn, jullie liggen bovenop de stapel. Want we willen snel van jullie hier in Kranendonk af. Nou kwam hij op verzoek van de burgemeester, die er echt helemaal klaar mee is met die overlast. Is hij tevreden? Ja, het is een eerste stap. Hè. De burgemeester heeft de staatssecretaris opgeroepen om hier te komen. Nou, die is in de eerste week van zijn staatssecretarisschap is hij al hier gekomen. Dus dat was een hele goede ervaring voor de burgemeester, die er inderdaad helemaal klaar mee is en die eigenlijk morgen al resultaten zou willen zien. Ik heb vertrouwen in het pakket van maatregelen wat er nu ligt. Maar we hebben wel afgesproken om over een maand elkaar weer te zien. Omdat ik wel echt de vinger aan de pols wil houden. Nogmaals, ik heb nu vertrouwen in het pakket dat die orde snel hersteld kan worden. Maar het is een eerste stap. Ja, er is één optie is ook besproken, maar is er niet doorgekomen. Namelijk de mening van de gemeenteraad hier in de gemeente Kranendonk over Budel. En dat is dat het AZC eigenlijk weg moet. En dat de gemeente er eigenlijk helemaal genoeg van heeft, de gemeenteraad. Die optie is wel besproken, maar die is nog niet op tafel gekomen. Omdat de staatssecretaris zegt van ja, de overgrote meerderheid van de mensen die daar wonen, 95%, gedraagt zich gewoon goed. En ik wil eerst kijken of ik die kleine groep aan kan pakken. Dankjewel, Alice vanuit Budel.